Hey, mijn naam is Tim en welkom bij de eerste video op ons kanaal. Vandaag ga ik jullie meenemen tijdens de NLP Practitioner op Boekestein. Dat is onze mooie locatie net even buiten Amsterdam. En ik ga meelopen met een groep van Alex en Mirjam. De NLP Practitioner is onze grootste opleiding. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. We zijn inmiddels in het klaslokaal net voordat de Practitioner dag 3 is het. Dus dag 3? Ja, dag 3 begint. Ik ben hier met Alex, een van de trainers. Wij kennen elkaar natuurlijk ook. Maar kan je wat over jezelf vertellen? Oké, ja, ik ben een van de trainers zoals je al zegt. Wij kennen elkaar van UNLP, omdat ik heel veel training geef hier. Ik geef hier de practitioner, de master practitioner, de trainerstraining, de trainingman. Liefde en verbinding. Verbinding en liefde natuurlijk voor liefdesstellen. Het is een nieuwe training voor liefdesstellen. Dus dat is wat ik met name hier doe. Daarbuiten doe ik nog veel meer. Maar bij UNLP is het vooral de trainingen rondom het gebied van persoonlijke groei en ontwikkeling. Dus, okay. En vandaag gaan we de NLP Practitioner gaan een dagje meelopen. Ja. Wat voor opleiding is dat? De NLP Practitioner, veel mensen gaan dit doen omdat ze denken dat het een communicatietraining is. Dat is het natuurlijk ook. En er gebeurt veel meer dan dat. Het gaat zo'n training 18 dagen voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Mensen komen zichzelf tegen, leren zichzelf kennen. Leren over hun onbewuste processen. Hé, dit helpt me heel goed, blijf ik doen. Hé, dit helpt me helemaal niet. Daar wil ik iets anders voor. En dan nemen we uitgebreide tijd voor. Dus we zitten nu dan in een groep van bijna 20 mensen. 18 dagen lang in 6 blokken van 3 dagen. Nee, want ik heb zelf bijvoorbeeld de practitioner de dagtraining gevolgd. Ja. Bij Mirjam en Bart. Ja. Mirjam is een andere trainer die straks gaat trainen. Ja. En is een 3-daags training dan niet heel intensief? 3 dagen achter elkaar blokken? Ja, voor mensen die een dagtraining volgen, die denken dat het heel intensief is. En dat wordt het dus juist, het is intensief. Maar volgens mij moet het intensief zijn. Intens zijn, misschien is dat beter. Okay. Intens zijn. Omdat als je 's ochtends van je werk afkomt, je gaat hier zitten, je hebt een leuke dag. Zou ik zeggen, voordat je bewust is uitgeschakeld, voordat je je dagelijkse patronen die je altijd doet, een beetje rustig, ben je een halve dag verder. En dan ben je net daar, hup, dan ga je weer naar huis, 14 dagen later zie je. Terwijl deze mensen hebben nu 3 dagen uit elkaar gezien. Dus we gaan vandaag, en dat zul je merken omdat je vandaag deelneemt, door de flow waar we gisteren gebleven zijn. Dus daar zit niks tussen. Okay. Dus er is gisteren iets aangeraakt waar mensen mee naar huis gaan zitten. Dat voelen ze. Vandaag komen ze terug en we kunnen daarmee werken. Ze zijn er dus heel erg mee bezig. Het is een groep van 20 man en we hebben ook wel eens groepen van 30 man of iets kleinere groepen. Ja. Is dat niet eng om je eigen ervaringen te delen en om jezelf zo open te stellen? Ja, daar kun je op verschillende manieren naar kijken. Ik ben een trainer van grote groepen. Ik hou enorm van als de groepen 30 of 40 zijn, omdat ik dan veel meer kan bereiken. En dat mensen zelf meer kunnen bereiken als ik in een klein groepje zit. Dat heeft ermee te maken dat als je in een klein groepje zit, dan laat ik het groepje heel klein maken, een groepje van 5. Dan is het nog niet zo gemakkelijk om je te onttrekken van een groepscollectief. Want als jij dan heel even aan de buurt voor jezelf hebt, zegt iedereen, waar is Tim? Maar als je in een groep van 40 even een momentje voor jezelf hebt, zijn er nog 39 anderen die deelnemen, die actief vragen stellen, waardoor veel meer mensen juist veiligheid ervaren. Ik kan me verstoppen als ik dat wil, ik kan me laten zien als ik dat wil. Mensen kunnen veel meer ontdekken op hun eigen pad is. Dat is mijn visie. Veel fijner. Voor sommigen. Want er zijn namelijk ook mensen die het heel fijn vinden om in een groepje van 10 te werken, omdat ze dat veilig ervaren. En aangezien we dat allemaal aanbieden, kunnen mensen daar blijven kiezen. Nou, heel erg bedankt dat je even tijd had, net voor de training. Ja. Ik heb er zin in, ik ben heel benieuwd. Het is de eerste keer dat ik bij jou aan training voel. Echt waar? Ja. Nou, maar maak je klaar. Ja. Ik ben er klaar voor. Ja, leuk. Hey, heel erg bedankt. Graag gedaan. En succes. Maak wel. Dag, Jan. Dus, vandaag is open frame. En we dachten eigenlijk van, misschien is het leuk om te zeggen, hoe gaat het eigenlijk met je? Zo na 2 dagen NLP, er komt nu een 3e dag aan, straks ben je eindelijk vrij. Want wanneer zien we elkaar weer? Over een maand of zo? 3 weken? Eind mei weer, oh lekker. Dus hoe is het eigenlijk met je? Wat gebeurt er zo bij deze training? En we hebben Kimberly gevraagd of ze er iets over wil vertellen. En Kimberly heeft er ja tegen gezegd. Dus Kimberly komt op de kruk. En jullie natuurlijk de vraag. Kun je aan dat wat zij vertelt, wij weten niet wat ze gaat vertellen, we hebben alleen maar gevraagd, wil je iets vertellen? Dan heb je ja gezegd. Je bent gewoon aan het oude hoeren. En Kimberly hoeft zich nergens druk over te maken, maar aan jullie is de vraag, hoor je nou zeggen, wat zij allemaal weglaat, vervoort en generaliseert? Met andere woorden, zit ze voor of achter de bus in mijn verhaal? Spreekt haar hart, buik of hoofdbrein?
jullie zijn al 2 dagen getraind, dus jullie kunnen dat zintuigelijk waarnemen, toch? Vertelt ze wat ze wel wil of horen we veel wat er niet is? Ja. Heeft het over stemmingen of over bestemmingen? Weet je, daar kun je het allemaal over hebben. Ja. Waar zit ze in het leerproces? Ik laat het zacht vannacht was gaan dromen over het vierstap leerproces. Je gelooft er niet in. Nee, dat is niet. Wat ik nou leuk vind, de manier waarop jij het getekend hebt, want ooit was die anders. Ja. Die pijl die zo naar beneden gaat, dat is een U. Hè. Eigenlijk is dit de happy state, zou ik zeggen. Niet weten dat je iets niet kunt, voel je heel goed bij. Dan wordt het steeds moeilijker en onrustiger en onzekerder. Oh, ik weet het niet, ik kan het niet. En dan kan je het op een bepaald moment voel je weer goed. Voel ik grappig om te ontdekken vanavond. Ja, was dat de bedoeling? Dat kwam ik vannacht pas achter. Echt serieus, maar geeft helemaal niks. Ik hoor ook eergisteren... Dat is fijn, hè, dat je collega vindt zegt dat geeft niks. Ik kom gewoon door je filter in, gewoon later. Ja. Zeg, e-mail mij morgen maar. Dus ik zat in het LUMC, ik had een kantoordag, adviestherapeut, achter mijn computer en ik stuur een mailtje. Hey, hier is Alex. Ik zeg ze van, ik moest je een e-mail sturen, want ik wilde een zaterdag met je op stap. Ga je mee? Nou, je kunt een e-mailprogramma instellen op, als de mail binnenkomt, dat die binnenkomt, kun je reageren meteen van zijn. Dat kan tegenwoordig, hè? Voor degenen die niet zo oud zijn, er was een tijd dat Outlook standaard ingesteld stond om het 30:30 e-mail ophalen, omdat je namelijk niet elke minuut een e-mail kreeg. Dan moest je namelijk inbellen. Dan hadden we nog geen. Dan moest je eerst inbellen. En dan maakte je verbinding met het internet. En dan kon je je e-mail ophalen. Zijn er nog mensen uit die tijd die dat nog kennen? Ja. Mooi, dat was in die tijd. Precies 30 minuten later krijg ik een e-mailberichtje van Elsa terug. Nou, ik heb een vrije dag vandaag. En zo en zo. Nou, precies 30 minuten later. Ik meteen terug mailen. 30 minuten. En zo hebben we de hele dag om het 30:30 gechat. Tegenwoordig gaat het met WhatsApp sneller. Maar we moeten elk 30:30 wachten. Na een paar mailtjes. Schreef ik haar, jouw e-mailadres is d.keetman@hetnet.nl. Maar jij heet Elsa Stam. Van wie is dat e-mailadres? 30:30 wachten. Ja. Zit je of sta je? Ik zeg, nou, ik zit gewoon achter mijn computer. 30:30 later. Dat is mijn relatie. Oh, nee. Dus ik schreef, is het je vader, je moeder, je broer, je zus? 30:30 later. Nee, dat is de vriend van mijn samenwoning waarop ik op 2 februari 2002 ga trouwen. Oh nee. Je kunt ook reageren, oh wat leuk. Maar ik hoop dat het je er niet van weer houdt om mij te leren kennen. Zo. Dus ik weer terug e-mailen, ja, hoe had je dat voorgesteld? Ik ga niet met je op stap en denk van god, ik ga een colaatje met je drinken. Weet je, dus, ik had dat heel netjes ingepakt. Maar het zorgde er in ieder geval voor dat ze mee ging stappen. Dus toen had ik met haar, ging ze mee stappen. Ze ging met een vriendin. Nou, gewoon een leuke avond, verder helemaal niks. Ik zeg, wat doe je met Koningsdag? Of was het toen Koninginnedag nog, 2001? Ja. Ik denk Koninginnedag. Ja, want Koningsdag heb ik samen met haar gevierd, een paar jaar later. Ja, zo weet jullie hoe het af. Het was Koninginnedag. En ik haal haar op met station in Amsterdam. En ik denk, weet je wat, ik zoen er gewoon. Dus ik ga naar naartoe, ik zoen er en ze draait gewoon haar hoofd af. Ja, zeg ze, dat kan niet, ik ben met Dennis. Ik zeg, ja, wat gaan we dat doen hier? Weet je, ja, Koningsdag is leuk, maar ik bedoel... 4 mei hadden we weer afgesproken. Ja, dus, ik heb er niet aangezeten, ik heb er niet gezoend, maar ze bleef maar met me afspreken. 4 mei spreken we af, 7:30. Dat is een heel goed tijdstip voor mensen die aan dodenherdenking doen. Om een date te hebben op 4 mei, dus allebei om 8 uur 20 minuten stil zijn. Dus ze belt bij me aan, staat ze in één keer met 2 koffers voor de deur. Ik zeg, hé, ja, zeg ze, ik heb tegen Dennis verteld dat ik niet met hem ga trouwen. Ik zeg, oh, dat betekent overigens niet, zei ze, dat ik met jou verder ga. Dus dan haal je dat niet in je hoofd, maar... Zeg, waar ga je dan slapen vanavond? Nou, zegt ze, ik ga slapen bij mijn moeder of bij een vriendin. Zeg, nou, kom binnen. Ontzettend lekker gekookt. Iets wat zij niet lustte, maar ik vond het heerlijk. Heel onhandig. 2 minuten stilte, 8:00. Die avond zei ik tegen haar, jij hebt een sleutel van mijn huis. Daar is mijn waterbed. Slaap jij daar? Ik leg wel op mijn matrasje in de woonkamer. Dan kan je hier blijven slapen als je dat wil. Daar zei ze ja tegen. Ze hebben 3 weken samen gewoond. Nog voor seks, nog voor zoenen, nog voor... niemand geloofde het hoor, maar het is echt waar. En dan krijg je zo'n moment, zal ik zeggen, dat ze had alles geregeld met Dennis, het huis verkocht, we gingen voor de eerste keer stappen, toen heb ik haar voor de eerste keer gezoend. En we wonen dus langer samen als dat we een relatie hebben. Dat vind ik leuk om te vertellen. Maar wat krijg je als je dan verliefd wordt? Dan krijg je ook wel eens dat je de hele dag door aan je geliefde denkt. Heb je wel eens meegemaakt? Dat je de hele dag door, in dit geval, wil appen, wil sms'en, wil bellen. Als ze op 11:00 belt en zegt van kom je langs, wat zeg je dan? Ja, ja natuurlijk. Als iemand zegt midden in de nacht, ik wil heel graag bij je zijn, dus wat zeg je dan? Kom maar, weet je, dat zeg je. Dan denk je niet, oh tering, je moet morgen om 7:30 op. Nee, dan zeg je, kom maar. Je kunt nachten door, dagen door, weinig eten, toch? Nou, zo, in dat gevoel was ik, Elsa.
Dus ik werkte toen in het LUMC in Leiden en ik kan me nog herinneren, ik ging naar huis, hij woonde dus al een paar weken in mijn huis. Ik kom thuis en op het moment dat ik thuis kom, ben ik de hele dag zo verheugd, weet je wel, van oh, vanavond lekker eten, gaan we leuke dingen doen. Dus ik rij vanuit Leiden richting Amsterdam en daar zit zij met mijn telefoon in mijn huis op mijn aanrecht te bellen. Nu is dat nog niet zo erg, maar het allerergste komt nog. Ik had me zo verheugd om te zien, dus ik loop naartoe. Jullie kennen mijn kinesthetische voorkeur inmiddels. Ja? Dus ik loop naartoe en ik wil... Ze doet gewoon zo. Nou, laat het zo zeggen. Als je ooit hebt meegemaakt dat je verliefd bent en dat het binnen 1 seconde kan omslaan tot ik trek je kop eraf. Dat gevoel een beetje. Ik heb niet gedaan om zijn leven, toch? Maar dat gevoel zei, wat flik jij me nou? Je zit op mijn aanrecht in mijn huis met mijn telefoon te bellen en dan gewoon dit. Dus ik ging in de slaapkamer naast de woonkamer staan en ik dacht echt bij mezelf, wat gebeurt hier nou? Een half uur geleden hoopte de boot verliefd en ik wil heel graag zien en nu kan ik er wel schieten. Ik kon echt helemaal pist. Dat het in 1 keer kan omslaan. Pas veel later besefte ik eigenlijk waar het over ging. Ik ken namelijk een heel klein jongetje die het vroeger niet zo heel leuk vond om naar de lagere school te gaan. Ik woonde in de straat van de lagere school en als ik naar het schoolplein ging, dan stel je voor dat we 21 kinderen in de klas hadden en er moesten 2 teams gemaakt worden. Dan hadden we 2 teams van 10 en er bleef altijd 1 jongetje over dat nooit gekozen werd. En ik ken dat jongetje heel goed. Spelletjes op het speelplein gingen altijd als volgt. Dan was zo'n touwspringspel, dan moest je draaien zo. En dan sprong je in en zei je, enkele reis, Kimberly. En dan sprong ik eruit. En dan moest Kimberly erin springen. En als Kimberly dan zei, retour, Alex, dan gebeurde dit. Ik moet even hier, omdat ik niet weet of het daar ook is. Dan kreeg je een kusje. Maar er was nooit een retour, Alex. Er was altijd een enkele reis. Op dat schoolplein kwam het meer dan eens voor dat er 4 of 5 jongens wilden oefenen. Laten we zeggen, met hoe kunnen we 1 jongen vasthouden en dan onze trap- en stoottechnieken oefenen op 1 jongetje. En ik ken dat jongetje heel goed. Ik weet wie daar altijd vastgehouden werd. Ik weet hoe het is om alleen te zijn. Ik weet hoe het is om er niet bij te horen. Ik weet hoe het is om niet uitgekozen te worden in een team. Omdat ik dat gevoel zo goed ken. Ik wil niet met jou in het team. Er zijn heel veel tijden geweest dat ik nooit gerealiseerd heb dat dat in mijn leven zo'n belangrijk thema werd. Dat erbij horen, gezien worden, gehoord worden, echt toe doen, hoe belangrijk dat voor mij is geworden. Ik geef trainingen in persoonlijke groei en ontwikkeling en daar is het mijn missie om mensen die anders zijn met elkaar te verbinden. Dat is mijn werk tegenwoordig. Nu mag jij je afvragen waar dat werk vandaan komt. En tijdens de opdracht raakte ik met Saskia in gesprek en we merkten eigenlijk alle twee dat we het wel op een bepaalde manier in ons leven herkenden, maar net even anders. Ik merkte bijvoorbeeld dat ik vroeger heel erg verlegen was en dat het me nu wat doet als mensen zeggen dat stille jongetje. En dat hoeft er niet eens over mij te gaan, maar het kan ook over een ander gaan. En zij merkte het heel erg in relaties. Dat wil zeggen, jouw overlevingsmechanisme, mijn overlevingsmechanisme, jouw overlevingsmechanisme, jouw sabotage of hoe je het ook wil noemen, levert je altijd iets op. Het heeft me ook heel veel gebracht om hard te studeren, overal de beste in te willen zijn, niet op te geven, een vader te hebben die zegt, je bent pas ziek als je kop een half meter in je rond vooruit ligt. Dus je kunt altijd naar school, altijd doorzetten, nooit opgeven, plichtsgetrouw. Het heeft me heel veel opgeleverd en het heeft me ook veel gekost. Ja. Nee, het raakt me heel erg. Ik stond echt op het randje van huilen. Ja, kijk uit hè, dat het niet gebeurt hier. Hè? Oh, ik weet niet wat het kwam. Dan vertel, wat gebeurt erbij? Ja, nou ja. Ik verwachtte het niet. Dat sowieso. Maar dat gevoel van anders zijn, dat ben ik wel. Ja. En ook misschien erbij horen dat niet, maar ja, dat anders zijn en daar op veroordeeld worden, dat herken ik wel. En ik heb zelf ook een heel groot gevoel voor iedereen doet er toe. Dus dat herken ik ook heel erg.
Ja, dus als je het gevoel hebt dat iedereen doet dat toe, is dat ook een eentje voor jezelf zeggen van, oh, en dus ik ook. Want als jij maar iedereen insluit, ja, dan moet je dat anderen dat ook doen. Ja. Ja, en wat me raakt is inderdaad dat wat de dingen die van vroeger, die draag je toch altijd bij je, ook al zitten ze nog zo ver. En dat is, ja. Okay. Waar ben je dan net? Sorry? Waar ben je? Het is niet dat een verhaal herkenbaar is, heel niet. Maar stroomt iets. Ja. Is het oké voor je? Ik probeer het wel tegen te houden. Maar... Dat doe maar niet. Dus ook al weet je niet wat het is en we hoeven ook niet uit te zoeken wat het is. Hè. Maar laat maar gewoon, je lijf geeft eigenlijk aan, dit is wat er nu is. Ja. Adem. Ja. Kun je kijken naar meer? Terwijl je gewoon voelt wat je voelt. Dus je hoeft niks weg te duwen. Kijk naar meer. Dus blijf kijken en adem. Kijk naar meer. Ik ga je daar helpen herinneren dat je naar meer moet kijken. Ja, je mag alles voelen wat je voelt, maar blijf kijken. En terwijl jij dat doet, ja, voor jullie, ik hou erin het hier en nu. Blijven kijken, blijven voelen. Dus niet verdwijnen, maar hier blijven. Ja. Kijk naar meer. Ja, goed zo. Adem. Alle tijd. Hoeft niet weg, het mag er zijn. Hoeven het niet te snappen. Want je buik en je hartbrein heeft geen woorden. Op een gegeven moment werden we in twee groepen gedeeld, waarvan één groep naar buiten ging. En eigenlijk kregen we alle twee een andere opdracht. En het was heel interessant om te merken hoe, als iemand iets verandert in communicatie, de ander dat gelijk merkt. Zeg, let op, hè. Blijf goed kijken. Kijk allemaal eens naar rechts. Wat was de eerste neiging toen je naar mij keek en zei, kijk allemaal naar rechts. Die kant kijken, maar er is geen rechts. Maar waarom kijk je naar rechts? Want mensen die congruente boodschappen maken, daar maakt het niet zo heel veel verschil uit hoe je beweegt en hoe je praat. Maar mensen die incongruente boodschappen doen, dus boodschappen die niet helemaal kloppen, dan zijn mensen geneigd om op 55% van het effect van mijn boodschap wordt gelinkt aan mijn fysiologie. Dus als ik zei kijk naar rechts, dan denk je wat moet ik nou volgen? Dan ben je in eerste instantie geneigd om mijn fysiologie te volgen, voordat je mijn woorden volgt. Daar ontstaat dus ook verwarring op. En Albert Arabian die heeft daar onderzoek op gedaan op die incongruente boodschappen. Dus als het anders wordt gewezen dan wat er wordt gezegd, ben je dus eerder geneigd om dat te volgen. Daarbij, bij congruente boodschappen, als het lekker loopt tussen jou en de ander, dan moet je maar eens opletten hoeveel mensen op dezelfde manier zitten als ze goed met elkaar in contact zijn. Ga naar een stelletje kijken in een kroeg, hè, die voor de eerste keer met elkaar daten, die pakken op exact hetzelfde moment het glas. Drinken op hetzelfde moment, zetten ze het in. Als ze het niet doen, dan weet je ook hoe laat het is. Ja, als één iemand op zijn telefoon zit, anders is het een beetje rondom zich heen te kijken. En weet je niet wat het is, geen rapport. En toen vertelden Alex en Mirjam dat het eigenlijk gaat over rapport. Over bepaalde dingen die je doet in je gedrag, in de manier van spreken, tonaliteit of in je gedachten. Die kunnen bijdragen aan een betere communicatie. En inmiddels zijn we alweer aan het einde van de dag gekomen. Ik heb een hele leuke dag gehad, leerzame dag gehad. Veel nieuwe mensen leren kennen, verhalen gehoord. En eigenlijk kan ik niet wachten tot de volgende dag. Ik hoop jij ook niet. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer zou ik zeggen.